Wagner Experience is een symfonische show aan boord van het schip van Rijnbold op de Rijn. Vandaag zijn de artiesten van de show bij elkaar voor een fotoshoot. De Wagner Experience is een show in het ruim van een binnenvaartschip. Een show die het verhaal vertelt van Richard Wagner. Wat hebben Beethoven, Double G, Florian Mayer en The Lord of the Rings met elkaar te maken? Richard Wagner. Dus eigenlijk zou je het een beetje kunnen vergelijken met hoe vroeger films werden vertoond. Je hebt een live orkest met daarachter een gigantisch scherm waarop filmbeelden worden vertoond. Maar bij ons worden er ook nog speciale animaties gemaakt door de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten uit Den Haag. Die beelden die passen precies bij de muziek. En die beelden vertellen samen met de muziek het verhaal van Richard Wagner. Het verhaal van Richard Wagner in de 21ste eeuw. 200 jaar nadat hij werd geboren beïnvloedt hij nog steeds ontzettend veel mensen. En vooral veel artiesten uit heel veel verschillende genres. Hip-hop, rock, filmmuziek, alles wordt geënt op Richard Wagner. En dat willen we laten zien met de Wagner Experience. Fuck. Ik ben Rashid Hart, MC / poet / spoken word artist. Ik ben hiervoor benaderd en ik ben zeg maar het groentje die er nog helemaal heel weinig van af weet. Ik ben Florian Mayer, ik ben gitarist en componist en ook zanger of grunter in een aantal metal bands. Ik ben een klassiek componist, maar altijd actief geweest in een heleboel verschillende stijlen, zoals flamenco en black and death metal en multimedia, elektronica, van alles. Ja, ik ben begonnen als hobbyist, van rap op het schoolplein tot kleine optredens op school. En toen begon het een beetje te rollen, dus toen werden het lokale en nationale talentshows. En sindsdien heb ik in het paradies opgestaan en ook echt concertgebouw en zo is het zeg maar een beetje gaan rollen. Het is dus eigenlijk altijd al zo geweest dat ik nooit puur was in één stijl. Ik kon nooit kiezen dat één ding helemaal mijn leven moest gaan worden. Dat was eerst een probleem, maar inmiddels zie ik het eigenlijk als een voordeel. Omdat ik als componist uit heel veel verschillende hoeken en stijlen kan blijven putten. En dat verandert ook de hele tijd. Dus dat is een beetje mijn identiteit ook geworden als muzikus en als componist. Op dit moment is het heel rustig geweest een jaartje. Ik heb besloten om een jaartje in mezelf te steken, dus investeer in mezelf ook in eigen studio equipment. Dus ik heb daadwerkelijk optreden heb ik echt onderloog gezet. En dit wordt mijn eerste grote project sinds 2013. Ik ben niet opgegroeid met Wagner, ik ben ook niet bekend mee geweest. Ik ben ook echt via benaderd. En ik ben me pas erin gaan verdiepen en wat ik tot nu toe allemaal heb gehoord gaat echt nice worden. In de Wagner Experience gaan we een stuk horen wat oorspronkelijk geschreven is voor mijn band, Non-Euclid, dus bezetting van een metalband. Maar in dit project gaat het met een groot orkest uitgevoerd worden. En ik ga als solist mijn gitaarpartij doen met het orkest. Nou, het is nog in de making, maar wat het dus is om te bestaan met track Choose Not. Daar moet ik mijn eigen twist aan geven, mijn eigen lyrics. Dus ik ga niet bestaande dingen nadoen, zeg maar. En dat wordt dus begeleid door een, als ik het goed heb, een 80-pop orkest. Dus ik kijk er echt naar uit. Ik heb wel één keer eerder met het orkest opgetreden. Maar dat waren eigen liedjes die dan door het orkest gespeeld worden. Dus het is niet echt met de klassieke geschiedenis, zeg maar. Dit is echt gebaseerd vanuit een grootheid uit de klassieke muziek. En dan moet ik mijn draai eraan geven, dus het wordt wel heel anders. Het is altijd open voor nieuwe dingen en ik ben altijd, ik zie het als een, zeg maar, mijn carrière zie ik ook als een leerproces. En het is voor mij allemaal heel nieuw en daarom ben ik echt heel enthousiast over. Ik vind het geweldig om hiervoor gevraagd te worden, want als componist heb ik een aantal keren met studentenorkesten in Nederland samengewerkt. En dat waren altijd ontzettend toffe ervaringen, omdat mensen zo gretig zijn en zo ontzettend gemotiveerd zijn en zo hard hun best doen om ja, dat de vonken ervan afvliegen. Dat het echt een eer is om daarmee op een podium te mogen staan. En het zijn ook altijd fantastisch georganiseerde projecten geweest voor volle zalen. En als ik zo hoor wat wij gaan meemaken met de Wagner Experience op de boot. En met de goed verzorgde hele speciale tournee met een heel speciaal programma. Dan kan het niet kapot volgens mij.